Er zijn vannacht 10 konijnen geboren. Die gaan we dus nu merken en straks gezind voeren in een bevruchtingskastje. Merken is voor veel jonge imkers een groot probleem. Ze durven dat niet, ze kunnen dat niet. Maar eigenlijk is het doodsimpel. En er bestaan heel veel technieken. In de handel kan je dus toestelletjes kopen waarin dat je de konijn kan opsluiten en met een beetje kracht drukken, zodanig dus dat je gemakkelijk het merktekentje, en dat is meestal een klein opalietplaatje met een nummertje op, die je dus daar met lijm op aanbrengt. In de handel wordt dus shellac gebruikt. En als je dat doosje koopt, zit zo'n flesje daarbij. Maar dat is een heel klein flesje, dat blijft niet staan. Wat kan je dan doen? Een blokje hout, een haatje inboren, zodanig dus dat het flesje erin past. Heb je geen blokje hout, dan kun je dus je gewoon behelpen met een wasknijper. Zo. We nemen een konijn. De konijn uit het kluisje. En laten inlopen in het toestelletje. Dan steken we het stampertje erop. En dan moet de konijn met haar borststuk geklemd worden in zo'n vierkantje. Maar eerst moeten we uiteraard een nummertje klaarleggen. We prikken dat uit dat kaartje. We leggen dat met het cijfertje naar boven. We positioneren de koningin in een vierkantje. Goed, ze zit erin. Ik druk met mijn vinger op het stampertje, zodanig dus dat het borststuk goed geklemd zit. Dan neem ik met mijn stokje die bijgeleverd wordt, een heel klein beetje shellac. En ik doe die lijm voorzichtig op dat borststukje. Zo. Ik neem dan een beetje imkerslijm. Dan blijft het plaatje gemakkelijk kleven. En kan ik het plaatje positioneren op het borststuk. En we wachten even. En dan laten we het stampertje voorzichtig zakken. En de koningin kan loslopen. En die kan dan in een invoerkluisje om ingevoerd te worden in een bevruchtingskastje. Er zijn in de handel tal van modelletjes te koop. Dat is het Nico systeemtje met 1 kamertje voor suikerdeeg. Een ander merk heeft 2 kamertjes. Dat is eentje uit Oostenrijk, dat is een beetje ruimer. Maar weet ook dat het Nico systeem kan gebruikt worden als inloopkoontje. Wat gebruiken we daarvoor? Gewoon het opsteekstukje. We nemen de dop met het kupje weg. En dan hebben we een opening. In die opening steken we een beetje suikerdeeg. Nooit de suikerdeeg uit de handel gebruiken. Die wordt keihard. De koningin en de bijen kunnen elkaar niet bevrijden. Dat is eigen brouwsel. 5 delen poedersuiker, 1 deeltje vloeibare honing. Goed kneden. En je merkt, dat is dus goed kneedbaar, dat kleeft langs geen kanten en dat blijft lang goed. Je stopt er gewoon een beetje in dat haatje. Je laat de koningin terug inlopen in haar kluisje. Lukt dat niet vlug, dan geeft ze een tik en doe je dat zo. En voilà. Inloopkluisje Nicot systeem. In plaats van shellac gebruik ik het liefst gewone houtlijm.
Ik neem een beetje houtlijn. Ik leg een druppeltje op een stukje papier. Ik neem een nieuwe koningin. En imkers zijn vindingrijk. Een zacht moesje. Gerecupereerd van een netje waar dan de sinaasappel in zaten. Je laat de koningin op het moesje lopen. Zo, een beetje vlug. Zo. En je klemt terug de koningin heel goed. Dat ze met haar borststuk daar zit. En dan neem je dus een heel klein beetje houtlijm. Imkerslijm. Een klein beetje drukken. Dat kan geen kwaad dat de houtlijm er een beetje doorkomt. En even wachten. En dan heel voorzichtig de koningin zich laten bevrijden en in het kluisje laten lopen. Er bestaat nog een methode om koninginnen te merken en dat is met behulp van een stift. Het gemakkelijkste is natuurlijk de koningin gewoon in uw hand nemen. Ik bevrijd ze uit haar dop. Oei, het is een vlugge. Ik positioneer ze heel goed tussen mijn duim en wijsvinger. Ik schud een beetje met de stift. Ik ga een keer met de punt op en neer. En dan kan je met uw stift het borststuk inkleuren. Maar dan heb je wel geen nummertje. Je laat dat een beetje drogen en we laten ze terug inlopen in haar kluisje.